De Nationale Assemblée hield gisteren een openbare commissievergadering over de arbeidsbemiddelingswet. Deze wet zal worden aangepast naar de huidige omstandigheden. Er zal vooral rekening worden gehouden met mensenhandel en mensensmokkel. De commissie van rapporteurs bestond onder andere uit de parlementariërs André Misikama, Krishna Mathura en Steven Tsang. Minister Suharto Mustaja van het ministerie van Arbeid gaf een uiteenzetting over de aanpassingen die gepleegd zullen worden. De aanbevelingen ten aanzien van vergaande bevoegdheden van de vergunningverlenende instantie, de accountability van de overheid zelf bij besluitvorming, de bezwaar- en beroepsprocedures en de termijnen zijn verwerkt. Ook is goede nota genomen van de gewenste transparantie bij heffingen en extra kosten. De aansprakelijkheid van de bemiddelaars is terecht in uw college een punt van zorg geweest. Hierbij moet gelet worden op het karakter van arbeidsbemiddeling, die zekere grenzen kent, maar ook verantwoordelijkheden die verankerd zijn in de wet, welke de bemiddelaars niet kunnen ontlopen. Noemenswaardig is ook de bestuursrechtelijke vernieuwing die verankerd is in de wet bedrijven en beroepen, welke in zekere mate in deze wet is overgenomen aangaande bijvoorbeeld de stilzwijgende verlenging van vergunningen en de bezwaar- en beroepsprocedures. De commissie van rapporteurs stelde enkele vragen over de positie van werknemers en bedrijven, als ook over de huidige economische crisis. Maar ik denk dat die rol ook belangrijk is, zeker in een crisis, van welke maatregelen concreet het ministerie gaat nemen om werklozen te motiveren om in het arbeidsproces te integreren. Omdat wellicht in een crisis indruk kan ontstaan, er is geen werkgelegenheid, dus ik blijf buiten het arbeidsproces. Hoe langer mensen uit het arbeidsproces blijven, hoe moeilijker het wordt om te integreren. En ik zou voorstellen dat het ministerie blijft beuken op dit stuk door middel van voorstellen, door middel van mensen trainen in sollicitatiegesprekken, allerlei zaken dat mensen gemotiveerd blijven, hoe belangrijk het is om deel uit te maken van het arbeidsproces. Omdat ik zelf ook van oordeel ben, elke persoon die geen arbeid heeft, die geen job heeft, die geen werk heeft, betekent sociale kosten vergroten voor de overheid. Ten slotte, artikelsgewijs heb ik slechts één opmerking. Ik denk dat we met de aanpassingen in artikel 6... dat er met de aanpassingen in artikel 6 wat verwarring is ontstaan. Het ging daar om twee zaken. Eén, we hebben gevraagd voor extra regels bij arbeidsbemiddeling van en naar het buitenland. Twee, in de originele wet die is ingediend, is artikel 6 gebruikt om een onderscheid te maken tussen arbeidsbemiddelingsbureaus met winstoogmerk en zonder winstoogmerk. Ik denk dat bij het samenvoegen deze twee dingen niet goed zijn gegaan. Bijvoorbeeld artikel 6 lid 1, die luidt: degene die particuliere arbeidsbemiddeling als bedoeld in artikel 4 sub c uitoefenen, mogen slechts met schriftelijke toestemming van de directeur bemiddeling verlenen om werkzoekenden te plaatsen in het buitenland of werkzoekenden uit het buitenland in Suriname te werk te stellen. Voor mij is dat onduidelijk. Tot zover de parlementariërs Krishna Mathura en Steven Tsang gisteren in DNA tijdens de commissievergadering over de arbeidsbemiddelingswet. Yeah.